Yo, welkom bij een nieuwe 10. En dit keer 10 bizarre dingen verboden door overheden. Op nummer 10, videogames verboden in Griekenland. Dit verbod kwam tot stand in de nasleep van een algeheel verbod op gokken in het land. In 2002 kon je, tot een jaar geleden, de gevangenis ingaan en een heftige boete krijgen als je betrapt werd op het spelen van een videospel. Op nummer 9 staat Valentijnsdag in Saoedi-Arabië. Het wordt gezien als een niet-islamitische feestdag, dat mensen ook nog eens aanspoort om relaties te beginnen terwijl ze nog niet getrouwd zijn. Rozen en chocolade worden regelmatig op de zwarte markt verhandeld op Valentijnsdag. Nummer 8. Het kauwen van kauwgom. In Singapore is het sinds 1992 verboden om kauwgom te kauwen. Dit kwam door het feit dat openbaar vervoer gehinderd werd door kauwgom dat aan de deuren van de metro bleef plakken. Mensen die kauwgom importeren riskeren een boete van $5500 en een gevangenisstraf. Op nummer 7. Babyloopwagentjes in Canada. Sinds 2004 kan het hebben van een loopwagentje voor je baby je een boete van $100.000 opleveren. Dit omdat er per jaar ongeveer 200 kindjes gewond raken door zo'n apparaat. Op nummer 6, een westers kapsel in Iran. Paardenstaartjes, matjes, stekeltjes en wenkbrauwmanicures zijn allemaal verboden in Iran. In 2010 heeft de Iraanse minister van Cultuur een lijstje naar buiten gebracht waarin kapsels stonden die door de overheid goedgekeurd waren. Op nummer 5 staat Scrabble in Roemenië. De communistische leider Nicolae Ceaușescu wist, nog net niet voordat hij verstoten werd, Scrabble te verbieden. Hij vond dat het spel te intellectueel was en dat het ook nog eens kwaadaardigheid promootte. Op nummer 4 staat reïncarnatie in China. Reïncarneren zonder toestemming van de overheid is verboden in China. Het verbod is ingesteld om de macht van de Dalai Lama in het land te verkleinen. Ja, juist. Op nummer 3. Opgenomen muziek in Turkmenistan. Dictator Saparmurat Niyazov verbood opgenomen muziek op tv, trouwdagen en publieke evenementen. Hij wil de lipsynchronisatie voorkomen en daarmee een nieuwe cultuur. Op nummer 2. Emo zijn in Rusland. In 2008 kondigde Rusland aan dat het emo zijn op school en in overheidsgebouwen verboden was. De Russische leiders dachten dat het zijn van emo zou leiden tot depressie en zelfmoord. Op nummer 1. Tijdreizen wederom in China. Het verbeelden van tijdreizen in films of op tv is niet toegestaan in China. De overheid vindt dat het verkondigen van tijdreisverhalen getuigt van weinig respect voor het verleden. What the fuck? Bestaat er een medicijn tegen kanker? Wat is de illuminatie? En wat gebeurde er echt met de vlucht MH370? Dat zijn allemaal vragen die ik probeer te beantwoorden op mijn nieuwe kanaal Strikt Geheim. Klik op deze video, want dan kom je bij de laatste upload op Strikt Geheim terecht. Hey, ik zie je volgende keer. Tot ziens!